49, dus bijna de helft van de mannen en 40% van de vrouwen valt in de categorie probleemdrinker. Dus dat vinden we wel schokkend. Zo rond 12:15 werden wij wakker van eerst twee hele harde knallen en vervolgens nog een hele reeks knallen. Ja, en mijn man en ik zeiden gelijk tegen elkaar, er wordt geschoten. Het is een heel lekker ding. Ja, nou, ik zag de reclame. Jeetje, mineetje. Daar wil je wel een bloemetje van krijgen. Welkom bij het Rijnmond Nieuws. Dat er onder de studenten heel veel wordt gedronken, dat zal geen verrassing zijn. Maar volgens het blad Profielen van de Hogeschool Rotterdam is 49% van de mannelijke en 40% van de vrouwelijke studenten een probleemdrinker. Straks meer over dit onderzoek, maar nu eerst het nieuws uit de rest van de regio. Zo rond 12:15 werden wij wakker van eerst twee hele harde knallen en vervolgens nog een hele reeks knallen. Ja, en mijn man en ik zeiden gelijk tegen elkaar, er wordt geschoten. Dus we schrokken heel erg. We hebben ons in eerste instantie eigenlijk laag gehouden. Niet uit het raam durven kijken. En na een paar tellen toch heel voorzichtig. Niks gezien op dat moment. Geen mensen wegzien gaan, maar ook niks gehoord. Geen auto, geen scooter. Dus het was eigenlijk voor ons heel onduidelijk wat er gebeurd was. In de nacht van woensdag op donderdag is een portiekwoning beschoten op de Plantagestraat in Rotterdam-Kralingen. De politie heeft op straat zeker 13 hulzen gevonden. Er zijn meerdere mensen die de schoten hebben gehoord. Daar gaan we vandaag ook mee spreken. We zijn buurtonderzoek aan het doen. We zijn ook op zoek naar camerabeelden. Mensen die zelf camera's aan de gevel hebben hangen. Die informatie is heel erg welkom. Dus we gaan vandaag het buurtonderzoek doen. En hopelijk levert dat inderdaad waardevolle informatie op van getuigen. De directe buren van de beschoten woning zijn erg geschrokken. Heel rustige buren. Gebeurt zulke dingen nooit. Dus ik vind het echt raar. Er wonen hier heel veel kinderen nog. Dus ja... Het is een beetje eng voor de kinderen. Dit is een buurt gewoon. Iedereen gaat hier gezellig met elkaar om, groet elkaar spontaan, helpt elkaar een beetje. Ik heb een buurvrouw die me helpt, maar ook als ik de hulp nodig heb. En, dit is natuurlijk, ja, dit komt heel erg dichtbij. Nou, het is niet leuk natuurlijk. Ik bedoel, je zou medewerking krijgen, maar dat krijg je absoluut niet. Dan krijg je een dagvaarding, in plaats van mee te helpen. Nou, dat vind ik absoluut niet leuk. Bewoners uit de Tweebosbuurt hebben een dagvaarding ontvangen van Vestia. De woningbouwvereniging wil dat ze hun huis uiterlijk 1 januari verlaten. Maar veel huurders hebben nog geen goed alternatief gevonden. Het is een schande. Ze zeggen hier, we maken niet druk, we halen alle lasten van je schouders in. Maak je ook maar niet druk over het verhuizen. We vinden er wel iets op. En wat krijg je? Een dagvaarding. Prima oplossing. Hoef je ook je beloftes niet na te komen. Alle zware last zou van onze schouders afgetild worden. En dan krijg je dit. Ja, toch? Dat is ook niet leuk. En ik heb gewoon gezegd, als zij mij hier weg wil hebben, zet mij in een huis hier in een Afrikanenwijk of bij de vuurplaat. Of eventueel hierachter bij de Bijenlandslaan. Waar mijn vrouw zelfstandig met een liftje naar beneden kan gaan en in ieder geval haar dingetjes kan doen. Ik vind zoals Vestia met ons als huurders omgaat, nee, schande. Vestia laat in een reactie weten dat ze alle bewoners gaan helpen bij het vinden van een nieuwe woning. En dat voor 1 januari. Dat er onder de studenten heel veel wordt gedronken, dat zal geen verrassing zijn. Maar volgens het blad Profielen van de Hogeschool Rotterdam is het wel heel erg. Nou, vertel maar, hoe erg is het? Best wel erg. 88% van onze studenten drinkt. Dat is misschien niet heel verbazingwekkend, maar 49, dus bijna de helft van de mannen en 40% van de vrouwen valt in de categorie probleemdrinker. Dus dat vinden we wel schokkend. Ik in het weekend drink wel eens een pilsje, ja, maar verder door de week op het donderdag af en toe, maar dat was het wel. Ja, ik drink elk weekend, maar zoveel is het nou ook weer niet. Ik denk dat ik er zelf 1 ben geweest. Nu niet meer. Ik heb mijn leven een beetje op de rails gekregen. Ben je niet een probleemdrinker? Nee, absoluut niet. Alleen als ik er zelf zin in heb. Ik voel niet altijd de behoefte om drank te drinken, nee. En enig idee waarom de studenten zoveel drinken? De beschikbaarheid. Je kan overal alcohol kopen. En het is gewoon volledig ingeburgerd in onze cultuur en zeker in de studentencultuur. Ik denk dat het gewoon een stukje jeugdcultuur is. Ze worden ook binnenverkocht, biertjes en dat soort dingen. Wordt binnen gewoon drank verkocht? Ja, gewoon biertjes af en toe. Dus ik heb wel eens gezien dat studenten
een pilsje nemen. Dus. Is dat niet heel raar eigenlijk? Ja, het is wel raar, maar het is, niet, ja, het is eigenlijk niet gebruikelijk. Maar ik weet de regelgeving van de school daarover niet. En hoeveel drink jij per week? Ik drink helemaal niet. Jij hoort bij die 12% die niks drinkt? Ik hoor bij die 12% denk ik. Ik denk dat de school wel iets kan doen aan awareness over alcoholgebruik. En dat alcoholgebruik niet zonder risico is. En zelf vind ik dat de hogeschool ook geen, niet de gelegenheid zou moeten bieden om alcohol te verkopen. Wat op 3 locaties van de hogeschool wel kan. De Rotterdamse Caroline Nachtegaal is maar 1 dag in de week thuis. De rest van de tijd zit ze in Brussel in het Europarlement. Haar man Jasper blijft alleen achter. Jasper is zo blij met zijn afwezige vrouw dat hij haar herkozen wil hebben. Er prijkt zelfs een enorm spandoek op de gevel. Houd mijn vrouw in Brussel. Wat was je eerste reactie? Nou, ik schrok wel een beetje toen ik aankwam lopen en zo'n 3 meter bij 1 spandoek zag hangen. Maar ik vind het wel onwijs lief, omdat hij natuurlijk mijn grootste fan blijkbaar is. En hij gunt het mij dat ik nog 5 jaar door mag in het Europese parlement om de goede dingen te doen voor Nederland en zeker ook voor Rotterdam. Was het nou een verrassing? Nou, we hadden wel over de slogan nagedacht, maar dat ik het een spandoek zou bestellen en ophangen, dat had Caroline niet verwacht. Nee, dus dat verraste er wel een beetje. Als zij nou weer verkozen wordt, dat betekent dat je er de komende 5 jaar weer amper ziet. Klopt, ja, dat is ook zo. En dat is ja, een bewuste keuze die we maken. Inmiddels denk ik dat we een goed ritme hebben gevonden in hoe we dat als levensstijl hebben opgepakt. Maar zoals gezegd, ik vind dat ze daar gewoon fantastisch werk levert. Ze is ook nog regelmatig hier. Maar ik vind dat ze daar gewoon mee door moet kunnen. En daar steun ik erin, in die ambitie. Zelf ben ik begonnen toch met zoveel mogelijk een beetje eenheid. Dat zijn de olijfwilligen. Die zijn het beste geschikt tegen langdurige droogte. Ik ben een wildtuinierder, inderdaad, toegeëigend. Het is en blijft gemeentegrond, maar het is gewoon je steentje bijdragen. Je leest zo vaak in de krant dat de gemeente het aanmoedigt dat mensen wat aan groenbeheer moeten doen. Meer groentegels eruit, de planten terug. Leonard van Rijn kon het niet langer aanzien dat het perkje tegenover zijn huis aan de Schravendijkwal er zo rommelig uitzag. Hij kocht wat plantjes en een grastrimmer en ging aan de slag. En stelde netjes de gemeente op de hoogte. Onder het mom van cadeautje, zo was mijn brief, cadeautje aan de gemeente, van ik heb planten neergezet en ik doe het onderhoud. Kreeg ik per keer in de e-mail een brief terug van dat het niet toegestaan was in de gemeentegrond planten te zetten. En of ik het weer wou weghalen. Nou ja, goed, dat is hun verhaal. De wildtuinierder vreest nu voor de komst van een maaimachine van de gemeente die het perkje plat walst. Dat terwijl er volgens Van Rijn voorheen totaal niet omgekeken werd naar een stukje groen. Ze onderhouden de bomen heel goed, maar de ondergrond, daar werd helemaal geen aandacht meer aan gegeven. En soms zit er ontzettend veel zwerfvuil erin, er wordt vuil uit de auto's gegooid. Het is gewoon leuk als je hier voorbij fietst, voorbij loopt, dat het een beetje verzorgd eruit ziet. Leefbaar Rotterdam heeft al aangegeven de houding van de gemeente onbegrijpelijk te vinden. De partij noemt het een kwestie niet lullen, maar planten. Leeg en verlaten, zo liggen de oude stallen van manege Hilligersberg en Bergse Hoek erbij. Afgelopen weekend zijn alle paarden verhuisd naar een nieuwe locatie iets verderop aan de Bosweg. Een gedwongen verhuizing vanwege de aanleg van de verbindingsweg A13-A16. Dit is de eerste rijbaan, dus echt het oude gedeelte. En we hebben achterin een gedeelte wat nieuwer is. En dat was in 2010 gebouwd. En daar komt snelweg echt precies overheen. Een noodgedwongen vertrek? Een noodgedwongen vertrek, ja. En ook best wel haastig, want we dus aardig achter ons aangezeten, moet ik eerlijk zeggen. De eerste onderhandelingen die best lang duren vaak. Ja, en dan krijg je ineens een tijdlimiet van ja, dan moet je eruit. De manege is er qua onderkomen wel flink op vooruit gegaan. De oude locatie was dringend aan vernieuwing toe. Ik moet zeggen, zeker toen de bomen weg zijn gegaan om de manege heen. Ja, dan zie je pas echt wat er eigenlijk staat. En dan denk je ja, het is echt gewoon tijd. Het is tijd om te gaan, dus vandaar. En het is maar 500 meter verder? 500 meter. En 500 meter verderop is het ruimer, lichter, meer open. En de paarden kunnen, dat was een van onze voorwaarden, naar buiten kijken daar, naar buiten kijken hier. En naar hun vrienden, nou ja, dat zag je net al, een beetje met hun vrienden spelen, knabbelen. En voor de rest, nou,
is er heel veel te zien en dat is altijd goed voor paarden. Voor mensen denken wij, maar voor paarden ook. En gelijk even naar buiten kijken, wie er voorbij komt lopen. Ja, er loopt iemand langs, dus hij moet even weten wie dat is en nu weet hij het. Ja, paarden zijn geweldig. We hebben er nog elke dag plezier in. En zij ook zo te zien. Ambieerde jij het altijd al om in een reclame te spelen? Nee, ik ambieer dit bloemenvak en dat vind ik leuk, maar dit was echt een extraatje. Nu ben je best wel neergezet als zijnde een bloemenhunk. Hoe vind je dat zelf? Het is wel grappig hoeveel reacties er op krijgt en ik had ook niet verwacht dat het zo zou gaan spelen. Hallo. Het is een heel lekker ding. Ja, nou, ik zag de reclame. Jeetje, mineetje. Daar wil je wel een bloemetje van krijgen. Nou, mijn man mag er ook wel wezen. Ze zeggen altijd dat hij meer op zijn vader lijkt. Ja. Hoe zijn de reacties van de mensen om u heen? Overweldigend. We zijn alle kanten opgebeld van familie en alle klanten staan te zwaaien. En dat is echt hartstikke leuk. Geen idee dat het zo uit zou pakken. Ik denk dat het vak hè, een beetje een oudbollig imago heeft. Hoe ben jij zo in het bloemenvak terechtgekomen? Je bent hartstikke jong, super knap. Je ziet bij onze generatie ook al steeds meer bloemen in huis. Veel planten, mensen houden van groen. Het geeft gezelligheid, het geeft dus een sfeertje. Dus ik denk niet dat het meer oudbollig is. Hoeveel bosjes maak je nou per dag? Ik denk gemiddeld zo'n 60, 70. Ja, niet allemaal zelf. Gelukkig zijn we met een heel team. En er gaan toch wel aardig wat boeketjes over de toonbank. Nou, je zin zo? Ja, ik vind het heel mooi. Is die voor je moeder? Oh, lief. Dank je. Doe je ogen. Dit was het Rijnmond Nieuws. Ga voor meer nieuws naar rijnmond.nl of kijk in onze gratis app. Nu het weer met Laurens van Ham en daarna Bureau Rijnmond. En ik zie u volgende keer weer. Tot ziens.